Volgame Thomas met 9. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Skyrim aflevering. En wij gaan gewoon meteen weer verder met de game waar we waren gebleven. Oké, we zijn nog steeds level 1 dus. En ik zie daar een heel mooi boek. Skyrim als een. Oké. Wauw, en daar zijn we weer. Oh, ja, en dit was. Zo eindigden we de vorige keer. We kwamen uit deze grot hier. Nou, laten we maar even hijten. There he goes. Looks like he's gone for good. Ah, waarom kan ik zijn pocket niet No way to know if anyone else made it out alive. But this place is going to be swarming with Imperials soon enough. Ik heb trouwens ingesteld dat Caps Lock rennen is. Runs the mill in Riverwood just up the road. En ik heb ook de ondertiteling aangezet. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. Oh, dankjewel. Zou ik hem gewoon blijven volgen? Gewoon YOLO. Ik ben echt benieuwd hoe die dan gaat reageren. We moeten toch deze kant op. You know, you should go to Windhelm and join the fight to free Skyrim. You've seen the true face of the Empire here today. Ja, ze waren niet echt aardig. What the coming of the dragon means. It's all fake. Join the Stormcloak Rebellion. Damn. What? Lucky for us it attacked when it did, eh? Oké, ik praat nu echt heel random met hem. Dat exit. That was Ulfric Stormcloak himself. Oké, hebben we ook iets van de map? Oh ja. On the world map locations that you leave, discovered, have. Oké. Wij moeten dus hier naartoe. Set destination. Oké. Oh wacht, hier zijn we nu en we moeten daar straks. Nou ja. We gaan dan wel even reizen. Oké, laten wij dan daar maar naartoe gaan. Stamina is low. Even weer de stamina laten recoveren. Maar hoe ga ik daar komen? Is mijn vraag. Want dit is echt een game waar je een hele mooie open wereld hebt. Oeh, ik heb een mine. Oh. Oh, er zit een pijl dwars door je hoofd heen. Hoe kan je nog niet dood zijn? Jesus. Zo. Er zitten twee pijlen door je hoofd heen. Oké, Gold, neem dat maar mee. Die hebben we niet zoveel aan. Iron Arrow, dat is wel handig. Oké. Nou, ja, dat was het. Oh, neem ik toch weer te veel spullen mee. Even items. Drink maar. Werkglas. Misk. Kijk, de books, ja. Value 46, het is wel veel water. Laat ik maar emotional feeling of zo gaan gebruiken voor randomness. Iron dekker, helemaal niet zoveel aan. Klik op R, maar gebeurt niks. Yes. Hoe iron soort ziet er cool uit. Longbow. Oké. Bam. Kunnen wij hierin gaan vragen? Ja. Oh mijn god. Oké, dit wordt mijn allereerste avontuur. Weet je wat? Gewoon random dus. Ik ga hier gewoon niet. Oh mijn god. Dit is best wel creepy. Oeh. Ik ben echt heel nieuwsgierig. Zie je allemaal. Gaan tegen. Oké, ze hebben traps dus. Oeh, dit is best wel cool. Over here.
No way. Oh, ik hoop niet dat ik meteen al de eerste keer dood ga. Yes, ik level alweer. Oké, en dat is de eerste die dood is. Oké, en de tweede ook. Search. Gold natuurlijk. Ook pick handen. Zo. Garnet, gold. Oké, ze zijn gelukkig niet al te sterk. Maar ik ga weer verder op mijn avontuur dan. Niks. Oké, harvest. Oh ja, als ik op F klik kan ik dus in third person gaan. Oh ja, yeah, awesome. Oké, weet ik dat ook weer? Oké, nice. Nou, we gaan hier nog wel even naartoe. Misschien is dit wel veel geld waard, wie weet. Coins, yep. Oké, nice. Ik weet nog echt helemaal niet zoveel van dit spel af, dus ik ga maar gewoon random dingen doen. Ja, zou ik dat allemaal pakken? Ik heb al zoveel gewicht bij me. Oké, ja, nou ja, wat gaan we nu dan doen? Volgens mij heb ik dit ongeveer wel zo gediscoverd, denk ik. Ja. Nou, oké, dan ga ik maar weer snel naar buiten toe, want ik vind hier helemaal niks aan. Ik hou niet van donkere mijnen. Ik kan niet wanneer de vallen in zitten. Dus dan gaan we gewoon weer lekker naar buiten toe. Oh ja. Oké. Nou, het is dus al onze allereerste mijn die we hebben gevonden. Het lag gewoon random op ons pad, dus ik dacht laten we daar maar gewoon ook in gaan. Kijken, we moesten deze kant op. Dus dan gaan we dat dan ook maar meteen naartoe. Oh, wolf. Bam. Oeh. Heb jij? Nou, neem maar mee. Ah, er zitten bloedvlekken op mij. Ik weet ook echt niet wat ik met al die planten aan moet. Ja, het zou wel. Ja, misschien is het heel zonde dat ik al met allemaal pijlen loop te schieten, maar ik doe het gewoon. Wij moeten deze kant op. Dus dan ga ik het dan meteen doen. Misschien is het ook wel even handig om een plaats en boog gewoon op te doen. Iron Greatsword, daar ga ik. Oh yeah. Nou ja, we zitten dus weer in een dorpje, een ander dorpje zo te zien. En ik weet nog echt helemaal niks. Daar lopen de eerste mensen al, zie ik. Riverwood. A dragon. I saw a dragon. What? What is it now, mother? It was as big as the mountain and black as night. It flew right over the barrel. Ja, die zagen wij dus ook. If you keep on like this, everyone in town will think you're crazy. And I've got better things to do than listen to more of your fantasies. Oh, een hond. Ah, ik hou van honden. Honden zijn maar niet gekstieren. Oké, maar wij gaan weer verder, want we moeten hier ergens naartoe. Even kijken, waar zijn we? Door een location. Naartoe. Oh, daar. Dus we zijn heel erg dichtbij in de buurt. Kijk, daar is hij al. Are you hurt? What's new to Riverwood? If you're looking for work, go see Hod at the mill. It's my mill.
Some folks thinks it's my town too, but it ain't. The Jarl in Whiterun owns the land and the town. I just pay the taxes. Okay. Of course. Here's the key to the house. Stay as long as you like. If there's anything else you need, just let me know. Oh, what's this all about? What are you two doing here? You two? Ik ben de enige die hier is. Nou, neem het maar mee. Oké. Nou, dankjewel. A dragon. Ja. It can't be. Nou ja, het is toch zo. It would explain what I saw earlier, flying down the valley from the south. I thought I must have just been seeing things. Nee. I don't know why, but I actually believe you. You've got the look of someone who's just seen a dragon. Ja, dat klopt zeker weten. First the war, now dragons. What's this world coming to? The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. Ja, dat denk ik ook. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever troops he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Is there somewhere we can talk? There's no telling when the news from. Nou, dan gaan we daar naartoe even kijken hoe ver is dat precies. Ik ben nu hier. En wij moeten helemaal daar naartoe. Oké. Nou, dat regelen we wel. Oké, kan ik zwemmen? Ja, goed. Nou ja, ik ga wel kijken. Kan ik dit trouwens jatten? Yeah. Ik denk dat we nog heel wat mensen gaan tegenkomen. Maar kijk eens hoe mooi dat water er ook uitziet. Graphics staan op ultra bij mij. Oké, en wij gaan dus naar deze plaatsen toe. Ik denk dat ik maar dit pad ga volgen. Kijk hoor, daar kan ik zoomen. Nou ja, ik volg dit pad wel. Het lijkt wel op de weg te zitten waar we naartoe moeten. Nee, deze jongen hier, die heeft niet echt heel erg veel doorzettingsvermogen. Hij is wel erg snel moe. Oh, we kunnen zo'n konijn. Wow, dat het gaat gewoon letterlijk het water in. Oké. Wat een dier in Skyrim. Dat is één ding wat zeker is. Oké, we moeten hier... Oh, oh, oh. Doe dat serieus pijn. Nou ja, wij lopen hier wel even naartoe. Ik zie dat ik denk ik al naar dat dorpje daar toe moet. Ik zie daar ook al wat krijgen, dus. Zou ik... Ik denk dat ik wel met ze ga vechten. Gewoon. Gewoon omdat het kan. Oké. Van het moment. Oké, ja. 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 Ja, kom op. Jezus, man. Deze gasten zijn sterker dan je denkt. Je health is low. Uh-oh. Snel. Items. Potions. Health potion. Oké, ik ben tenminste wel een level omhoog. Ja. Shuck. Oeh, het was toen midden. Oh, pijn. Oh, er zit een bounty op mij. Steel arrow. Ja, pijlen heb ik nodig. Imperial bow. Oh, handig. Torch. Ja, wat heb ik daar? Oké, nou, dat heb ik dus al gezocht. Wat heb jij bij je? Imperial Bow. Oeh, heb ik trouwens een helm op? Ik weet het niet. Steel Arrow. Oh, gold, handig.
Hey. Oh, zie hem rennen dan. Oké. Okay. Er zit dus nu een bounty op. Hey. Dat boeit niet zo heel veel. En wie zorgt hij ervoor of zodat ik die bounty krijg? Maar ja, ik ga wel gewoon naar die stad toe. Ik weet niet echt of dit slim was wat ik heb gedaan. Nou, weet je wat, een beetje veel mensen vermoorden is volgens mij niet al te best. Mijn held moet ook weer even een beetje groeien. Dus ik ga gewoon even daar naartoe lopen. Even rennen. En we zijn nu in Chilled Forest Farm. Oh, die heb ik gediscoverd. Kijk hoor. Hoe kom ik daar binnen? Kijken. Dat is een beetje onduidelijk, denk ik. Ja, ik zoek wel even ingang. En kijken. Oh, daar zitten mensen allemaal aan het farmen. Ach, kan ik hun spullen nu stelen? Nee. Dat kan ik gewoon, hè. Zo, zo, jij ziet er iets verkeerd uit. Ja, kijken dan. Nou ja. Oké, wij gaan wel weer even verder rennen. En hoe kom je daarin? Volgens mij loop ik helemaal verkeerd. Hè? Gewoon wijn stelen. Ik denk dat ik deze via deze kant naar binnen. Dat weet ik niet zeker. Want het is ook de eerste keer dat ik dit spel speel. Volgende muren wel gewoon. Zo, hij is wel snel moe, zeg. Ik vraag me echt af waar de ingang is. Misschien kunnen we er hierheen. Nee, dat kan niet. Dan moet ik hier weer helemaal overheen lopen. Oké, hoe kom ik hier naar binnen? Want ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat hier de ingang is. Bitrun Stables. Ja, ik heb de ingang gevonden. Yes, eindelijk! Nou, laten we dan maar naar binnen toe gaan. Laten we naartoe gaan. Ik denk dat we dan gewoon dit pad hier moeten volgen. Dan daarna maar toe gaan lopen. Er zit wel een bounty, dus ik weet niet of wat ik hier heel makkelijk doorheen kan. Halt. City is closed with the dragons about. Official business only. Oh. Heb ik zoveel gold? Nee, ik ga geen gold uitgeven. Better go on in. You'll find the Jarl in Dragon's Reach at the top of the hill. Oké, nou, dankjewel. Dus ik kan er nu in. Yes. Gelukkig hoefde ik hem niet om te kopen. The power of the Lady Stone lets you regenerate health and stamina much faster for well. Yes, White Run is cooked. Oh, ik haat de Imperial Sword. Soldiers. Okay, laten we hier maar naar boven toe gaan. Man, ze hebben wel hele dikke muren en zo. Ze hebben die echt goed beveiligd. Oké,
Oh, loop ik niet wel goed in. Ja. Ja. Hey mensen, ik ben er weer. Ik edit dit gewoon aan elkaar. Het is ondertussen alweer de volgende dag geworden. Voor deel 2. Want ik speel dit nu om 5 over 1 of zo. Oké, maar wij gaan weer verder met de missie. We moesten hier naartoe. Open. Oké, nou wij gaan naar binnen toe. Ik ben nog steeds jammer genoeg level 1, maar dat boeit niet zoveel. Oké, ik ben benieuwd wat we hier gaan verwachten. Wat? Meaning of this interruption. Jarl Balgruuf is not receiving visitors. Yeah, I have news from Helgum about the Dragon attack. Come on then. The Jarl will want to speak to you personally. Wow, zij is echt kapot heen. So, you were at Helgen. You saw this dragon with your own eyes? Yes, I had a great view while Imperials were trying to cut off my head. The dragon is out and last I saw it is... I think, yeah. Why, Ysmir Ireleth was right. What do you say now, Proventus? Shall we continue to trust in the strength of our walls? Against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. If the that dragon is lurking in the mountains... view that as a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. Hij ziet er echt uit als een van de renewed. I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Ja, dat zou ik ook doen. Send a detachment to Riverwood at once. Yes, my jarl. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Whiterun a service. I won't forget it. Here, take this as a small token of my esteem. There is another thing you could do for me. Suitable for someone of your particular talents, perhaps. What would you come, do, let's Gromgar. Go find Faringar, my court wizard. You know I can't. He's been looking into judgment. A matter related to these dragons and rumors of eyes. Dragons. Use subtlety and suggestion to turn his thoughts to the war. You're his steward. He'll listen to you. Leave me out of your intrigues, Hrongar. If you have something to say to the Jarl, say it with your own tongue. Okay, dus we moeten een wizard gaan zoeken. Die meer over draken weet, als ik dat zo goed heb kunnen vertalen. En dat is deze gast die duurt. Faringar. I think I found someone who can help you with your dragon project. What is really good? Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can be. Haha, ik heb gewoon het ding gestolen. Yes, must be referring to my research into the dragon. Oh shit! Alleen omdat ik één keer iets stil. Oh, wat? Oké. Misschien kon ik dat maar beter niet stelen. Oh mijn god, het faalde kapot had. Oké, nu ga ik wel alles skippen hoor. What did you have me do then? Nothing? What's the meaning of this interruption? Jarl Balg, as House Carl. You know about Helgen? The Jarl will want to speak to you personally. Approach. So, you were at Helgen. You saw this by East. What do you say now, prevent? Oh, wat doe ik allemaal? Oké, dit. We should be taken to fight to the stormcloaks. En hij gaat gewoon weer verder drinken omdat het niks is. Oké, ik heb een beetje lopen kloten. Nu ga ik echt verder met het verhaal, want dit duurt anders allemaal veel te lang. What's the meaning of this interruption? Jarl Balgruuf is not. I just think we need more information before we act. I trust you have something vital.
Who's this then? Next time, deal with Avanichi. Okay. Well, I trust you have something vitally important to tell me. Important enough to interrupt me in the middle of council? Moet ik weer het doen? Ja, ja, bla bla bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Who the Imperials want to act. Ja, ja, bla 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 bla. I serve Jarl Balcroft as steward. Shall we continue to trust in the strength of our walls against the dragon? Ik loop wel vast hier naartoe. Hallo. Nou, deze keer ga ik niet dat diamant stelen, want anders word ik echt helemaal afgeslacht. Hopelijk mag ik dit wel even gebruiken. You can create potions and potions by combining two or more ingredients. Oké. Dus door twee ingrediënten bij elkaar te doen kan je potions maken. Maar ja, laat dat maar dan voor een andere keer. Yes. Nou, komt die bitch nog? Hoe lang duurt? If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Man, wat een lelijk wijf is dit. Well done. You saw here. Take this there. Ja, 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 ja. The Jarl is, as you can imagine, very busy. Oké, nu gaan we dan heel rustig naar hem toe lopen en deze keer ga ik niet stelen. Rumors of dragons. Nou, laten we dan maar naar zijn verhaal luisteren en deze keer ga ik niet het mooie kristal stelen. Faringar, I think I found someone who can help you with your dragon project. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research into the dragons. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there. Ik wil eerst dit vragen. Ah, no mere brute mercenary, but a thinker. Perhaps even a scholar? You see, when the stories of dragons began to circulate, many dismissed them as mere fantasies, rumors, impossibilities. One sure mark of a fool is to dismiss anything that falls outside his experience as being impossible. But I began to search for information about dragons. Where had they gone all those years ago? And where were they coming from? I learned of a certain stone tablet said to be housed in Bleak Falls Barrow. A dragon stone, said to contain a map of dragon burial sites. Go to Bleak Falls Barrow, find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. Ah, student of the craft. You'll need to start by learning an enchantment. Take an enchanted weapon or piece of armor, then use the arcane enchanter to learn its secrets. The item is destroyed in the process, so be wary. Okay. Once you know an enchantment, you'll need a filled soul gem and something to enchant. You'll use the arcane enchanter for that too. Of course, I have everything you need for sale if you have the coin. I'm sure he will prove most useful. Succeed in this, and you'll be rewarded. Whiterun will be in your debt. Okay, wie de hel is Whiterun? Oh. Ik moet trouwens eens even weer wat items gooien. Even kijken. Longbow die kan weg. Okay, dit kan ik. Aankomen. Even weg.
Oké, ik weet niet wat die gast mij heeft gegeven, maar het zal wel. Ik kan weer rennen, gelukkig. Bam! Nou, ik vind dat deze aflevering op zich wel klaar is. We wachten nog even tot we weer buiten zijn. Nou, mensen van Te Pro Gamer, Thomas Ben 9. Like en abonneer voor meer. Like doe je natuurlijk op het blauwe duimpje. En abonneer op het rode balkje. En dan zeg ik tot de volgende keer maar weer.